Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ en Asus. In deze aflevering van Hardware Info TV, goedkope 7-inch Android tablets van Acer, Asus en Prestigio. Welkom bij Hardware Info TV. Drie fabrikanten stuurden ons vrijwel tegelijkertijd een goedkope 7-inch Android tablet op. Dat waren Acer, Asus en Prestigio. En uiteraard zijn wij de drie apparaten met elkaar gaan vergelijken. En dan moeten we toch even het beeldset neerzetten. Goedkope 7-inch tablets. Dan praten we over ruim minder dan 200 euro. Ja, want de goedkope 7-inch tablets waar we tot nu toe over hadden, bijvoorbeeld over die Nexus 7, die zo'n, ja, de 8 gigabyte daarvan was officieel te koop voor zo'n 200 euro. Die hebben we nooit echt gezien, maar voor 250 hebben we nu de 16 en eigenlijk ook de 32 gigabyte versie. Ja. Maar dat is eigenlijk een high-end, maar dan een kleine tablet. Want dit zijn echt, ja, dit zijn een heel andere orde van grootte, van prestaties en van prijs. Want de goedkoopste die erbij ligt, die Acer, die is te koop vanaf zo'n 130 euro. En de duurste die hier op tafel is, de Asus, die is 180 euro. Dus dan zit je nog wel echt ver onder die 250. Ja, nou is dit marktsegment niet nieuw. Je hoeft de speelgoedwinkel maar binnen te lopen of je vindt voldoende tablets van rond de 100 euro. Over het algemeen is het echt meuk eerste klas. Maar nu zijn toch wel gewoon gevestigde namen als Asus en Acer zich ook in dit marktsegment wringen. Ja, dat is eigenlijk de reden waarom we hier nu even aandacht aan besteden. Want inderdaad, je zegt bij de blokkers, bij de marskramers, bij alle studenten, maar ook op de Deal Extreme websites van deze wereld, al die Chinezen, je koopt makkelijk van dit soort tablets. Maar inderdaad, wat je zegt, de Asus en de Acer, dat zijn toch niet echt de kleine jongens. Ja. Die komen hier nu ook mee. En dus leek het ons wel aardig om eens even te bekijken van hoe die presteren. En we hebben die Prestigio ernaast gelegd, omdat dat verklapt wel een beetje de uitkomst. Maar dat is eigenlijk het leukste van het stel. En dat is een relatief nieuw merk. Het is een Russisch merk. Volgens de Nederlandse vertanden tegenwoordig ook het grootste tabletmerk in Rusland, voor wat het waard is. We geloven het meteen. Precies. We gaan graag een keer kijken. En dat is ook echt een heel leuk ding, want het is hardwarematig de meest interessante, met het beste scherm. En die kost ook maar 160 euro. Dus dat is, er is in dit segment wel echt wat gaande op het ogenblik. Ja, maar we gaan eens even met die Asus beginnen. Want je zei het al, Asus met die Nexus 7... Ja, heeft zich eigenlijk toch een beetje in de markt gezet als leverancier van goede, goedkope 7-inch tablets. Dit is de MemoPad. Kost gemiddeld zo'n 180 euro voor de 16 gigabyte versie. Dus ja, zo verschrikkelijk veel goedkoper dan die Nexus 7 is dat nou ook weer niet. Maar het is wel echt over 70 euro natuurlijk. Hè? Ja, maar het is wel echt een compleet ander apparaat. Ja, want het is ook 7-inch, maar daar houdt elke vergelijking op. Want hier zit een TN-scherm in, bovendien met een lagere resolutie, 1024x600. Dus dat is gewoon echt aanzienlijk minder, zowel van kwaliteit als qua pixeldichtheid. En het probleem van dit ding is een beetje dat er echt een hele trage CPU in zit. Er zit een VIA ARM-chip in, ja. 1 gigahertz single-core Cortex-A9. Ja. VIA staat niet bepaald bekend om een ARM-processor, maar dat zie je er ook wel aan. Ze hebben er eentje gemaakt en het werkt prima, want het is gewoon een standaard Cortex-A9 die ze ergens in hebben geduwd met een Mali 400 GPU. Voor zover wij kunnen nagaan single-core, althans de prestaties doen dat vermoeden. Maar een single-core Cortex-A9, dat is in vergelijking met wat wij gewend zijn bij tablets echt heel erg traag. En het is niet alleen traag qua benchmark, maar je merkt het gewoon als je met die tablet aan de slag bent. Ja. Het voelt gewoon niet fijn. Nou, het is niet zo goedkoop als sommige van die echt goedkope knaken-tablets waar nog van die Cortex-A8 of oudere rommel in zitten op 600 MHz. Dus er valt zeker het browsen en zo valt er goed mee toe. Maar het is zeker geen streepentrekker. En bijvoorbeeld games spelen hier op 3D games. Ja, dat is echt een stuk minder prettig als wat we op die Nexus 7. Want van die Nexus 7 zeiden we van dat is echt heel cool. Want er zit een Tegra 3 en is lekker snel. En het ding is handig qua formaat om als handheld gaming apparaat te gebruiken. Daar is deze echt niet geschikt voor. Want dat kan je gerust uit je hoofd zetten. En je zei al TN-scherm. En dan is het een bekend verhaal. TN-schermen hebben gewoon een slechte kijkhoek. Dat geldt ook bij dit apparaat. Ja. En juist eigenlijk bij een tablet is zo'n kijkhoek zo belangrijk. Want je houdt hem toch niet altijd recht voor je gezicht vast. Je kijkt echt toch wel vaak onder een hoek. Zeker als je bijvoorbeeld ook op een tafel legt. Ja, maar het is niet alleen de kijkhoek. Ook de scherpte valt gewoon tegen. Want ik bedoel, ja, we zijn inmiddels verwend met Full HD op 4,7 inch schermpjes. En dan is 7 inch met maar 1024x600 is echt heel weinig. En de rendering is ook niet echt helemaal mooi. Tekst ziet er niet helemaal gestoken scherp uit. Ja. En ook de kleurweergave gewoon, met name op die Asus, want die Acer, daar komen zo over. Dat heeft ook een TN-scherm. Maar de kleuren zijn ook gewoon niet zo intens. Het is gewoon een beetje vaal allemaal. Ja. Nou, laten we dat dan even die overstap naar die Acer maken. Dus de Iconia B1. Hetzelfde resolutie, 1024x600. Ook een 7-inch tablet. En ook hier een TN-scherm. Dat is eigenlijk diezelfde nadelen van die kijkhoek. De grap is wel dat Acer het scherm eigenlijk uit de andere hoek van productie heeft gesneden dan Asus. Dus ja, waar precies.
Bij ASUS eigenlijk voornamelijk de verticale kijkhoek erg slecht is, is bij Acer voornamelijk de horizontale kijkhoek. Ja, het is precies andersom. Er valt wat voor te zeggen voor in welke modus je hem houdt, of het op wat prettiger, of althans wat minder niet prettig is. Het is allemaal niet prettig. Maar wel zeggen, de kleurweergave van die Acer is net wat beter. Het is niet heel veel, het zijn gewoon geen hele goede schermen, laten we eerlijk zijn. Ja. Het is mooi wel, die Acer is te koop in 16 en 32 gig. En die 16 gigabyte versie, die vinden we al vanaf zo'n 130 euro. Dus dat is wel gewoon echt goedkoop. Ik bedoel, je kan uiteraard die Chinese dingen, maar bij Acer weet je wel dat je in ieder geval voor binnen een jaar wat met je garantie kan gaan doen. Ja. Die 16 gigabyte trouwens de deur, die loopt al richting 150. Ja, hij is wat sneller. Het is een dual-core processor wat erin zit. Ook Cortex A9 dual-core op 1,2 gigahertz. Nou ja, in plaats van 1 keer 1 core op 1 gigahertz hebben die hier 2 op 1,2. Dus dan kan je dat maakt al een wereld van verschil. Dan kan je bedenken dat hij is aanzienlijk sneller. Dus dat is wel echt een voordeel. Het is nog steeds geen strepentrekker, maar hij komt al wat harder vooruit. Maar eigenlijk als je gewoon dan de Asus en de Acer tegenover elkaar zet, dan heeft de Acer dus op zijn minst een iets wat beter scherm. Minstens 2 keer zo snel. En goedkoper. Dus tussen die twee is er echt geen reden meer te bedenken waarom je voor de Asus zou kiezen. Ik moet wel zeggen, ze zijn allebei qua design en afwerking niet heel erg mooi. Maar ik vind wel dat de Acer, als je die in je hand hebt, voelt het wel echt aan alsof je een plastic ding in je hand hebt. Ik bedoel, dat is bij de Asus wat beter wat mij betreft. Ja. Nou, dan tenslotte de Prestigio. Want dat is eigenlijk een tablet waarvan we zouden kunnen zeggen, kijk jongens, zo kan het ook in dit segment. Ja, het is de Prestigio 7 Multipad Prime Duo. Een hele mond vol. En dat Prime Duo is met name interessant, want er zijn meerdere versies van die 7-inch Multipad. En de Prime Duo wil zeggen dat er een dual-core processor in zit. In dit geval een 1,2 5 gigahertz Cortex A9 dual-core processor. Dus die is nog weer wat sneller dan die Acer. Ja. Ook weer met een Mali 400 GPU die we ook hierin tegenkwamen in de Asus. Alleen nu met een dual-core. Dus ook weer 2 keer zo snelle GPU. Ja, dus overduidelijk van de 3... overduidelijk de allersnelste. Ja, en bovendien ook de mooiste wat mij betreft. Want hij is wat kleiner dan de andere. De behuizing is gewoon wat compacter. Ja. Hij is aanzienlijk dunner en lichter. En het ziet er gewoon echt heel mooi uit. Ja, voor hoe dit ding eruit ziet hoef je je niet te schamen. Maar het allerbelangrijkste van dit apparaat is, het is gewoon de enige van de drie met een goed scherm. Ja, een IPS-scherm. En het is niet het allerbeste IPS-scherm wat we ooit hebben gezien. Het is dezelfde resolutie, dus ook weer 1024x600. Dus het is ook niet zo super scherp. Maar het is absoluut een veel beter scherm dan wat in die andere twee zit. En de kijkhoeken zijn ook gewoon heel erg goed. Ja. Dan is die Prestigio op het moment dat we dit opnemen in Nederland nog niet te koop. Maar degene die dat hier gaat verzorgen, die heeft ons laten weten dat hij voor 159 euro in de winkel gaat liggen. Dat is goedkoper dan die Asus. Ja, min of meer op het niveau van die Acer. Ja, want dan hebben we het over de 16 gigabyte versie. Exact. Dat betekent dat Prestigio in ieder geval in deze wedstrijd tussen de drie dit echt met twee vingers in de neus wint. Ja, we moeten uiteraard kijken of die echt voor die prijs in de winkel komt. En je weet bij Prestigio, het is een nieuw merk tussen aanhalingstekens. Je weet ook niet hoe het met garantie zit, terwijl je dat bij Acer en Asus wel weet. Ja. Maar ik moet zeggen dat als ik zou moeten kiezen tussen deze drie, en je wil dus zeg maar minder dan 200 euro uitgeven voor een compacte tablet, dan zou ik van deze drie altijd voor de Prestigio kiezen. Duidelijke conclusie. En daarmee beëindigen we deze aflevering van Hardinfo TV. Vergeet het niet, we zijn er iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken en tot de volgende keer. Een ander verschil is, ja, die MacBook Air die is gemaakt van aluminium en dit is gewoon plastic. Ja, jij maakt al een keer de grap, voor de prijs van één MacBook Air koop je een doos van deze apparaten. Ja. Maar goed, het is natuurlijk ook wel echt wat anders. Nog heel even terug, voordat we het hier specifiek over hebben, naar dat concept Chromebook. Draai natuurlijk op Chrome OS van Google en het idee is, je doet alles in de...